onderweg zijn, Leon. Hoeveel kilometer heb jij vandaag gelopen op de beurs? Nou, ik kom wel zo'n 10 kilometer ga ik wel meedoen hoor. Dus de kilometers die Sneijder in zijn benen had tijdens het WK, die heb ik inmiddels ook wel gelopen vandaag. Het is het jaar de vijfde keer. Wat is het succes van deze beurs? Het succes is dat, dat je met alle sporten, dus zowel voetbal, korfbal, hockey en tennis, ja, zoveel bestuurders enthousiast krijgt om een dagje uit te hebben. En dat dagje uit, hè, 300 leveranciers ontmoeten, onderweg leuke clinics meemaken, bekende sporters tegenkomen en veel verteren in eten en drinken en een biertje op het einde. Dat maakt het voor velen toch een leuke dag. Wat is jouw passie voor sport? Mijn passie voor sport, ik heb zelf altijd gevoetbald en uiteindelijk nooit de top gehaald. Dus dan moest het maar op een andere manier. En ik werk bij een sportuitgever, altijd in de bladen, sponsored magazines gewerkt. En uiteindelijk toch maar gezien, of in ieder geval hebben we gezien dat er een gat lag om bestuurders van verenigingen te bereiken. En het was toch een lastig om ze te bereiken, allemaal vrijwilligers natuurlijk, vaste banen. Dus je komt overdag niet met ze in aanraking. Totdat er een moment was met de Nationale Sportvakbeurs, dat zou 300 leveranciers allemaal op één dag te ontmoeten zijn met een leuk programma. Dus die combinatie was ideaal. Onderweg voor sport, wat betekent dat voor jou? Onderweg voor sport? Ja, we zijn allemaal onderweg natuurlijk. En sport is de rode draad in bij vele mensen in het leven. En naast je werk je uithangbord als sport. En het is leuk natuurlijk om in die zin van je hobby je werk te maken. En het is de stoffige kant van de sport, maar uiteindelijk wel heel hard nodig om een vereniging te besturen. Ja, hier heb je dus heel veel kilometers gemaakt, maar in de auto hoeveel kilometer per jaar ben je onderweg voor sport? Minimaal 40.000 kilometer per jaar. Wie is jouw sportheld? Mijn sportheld is Giovanni van Bronckhorst. Dus ik als Feyenoorder heeft toch een zwak voor Giovanni en op dit moment doet hij het geweldig goed bij Feyenoord. En dat sinds heel veel jaren geleden is dat toch leuk om te zien.